zou die paneel, wethouder van Ekelen en Tjaart willen uitnodigen om nou het paneel te ontvullen. Mevrouw van Ekelen, wethouder van Leidschendam-Voorburg. Wanneer hoorde u dat er hier in Leidschendam voor het eerst in Nederland gevoetbald werd? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat pas heel kort geleden was. Dat ik ook die historie niet kende. Maar is wel heel interessant om te horen. U heeft het waarschijnlijk ook direct omarmd dat deze gelegenheid, het informatiepaneel, dat onthuld is vandaag. Jazeker, wij zijn heel trots op onze geschiedenis. Of dat nou Voorburg is, Leidschendam of Stompwijk. En dit is natuurlijk weer een enorme mooie toevoeging. En het is ook een druk recreatief gebied. Hè. Er wordt hier veel gefietst, gewandeld, er is een camping. Dus er gebeurt hier best wel veel. Dus dan is het wel heel mooi als we weer een stukje geschiedenis kunnen toevoegen. U heeft ook een bijdrage, althans de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ook een bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Gaat u op uw manier dit nog verder promoten? Ja, tuurlijk. We zullen dit ook meenemen in onze promotiecampagne. We hebben een mooie promotiecampagne Laat je verrassen, waarin we allerhande mooie plekjes in Leidschendam-Voorburg en Stompwijk onder het voetlicht willen brengen. En dit hoort daar natuurlijk ook bij, dus dat gaan we zeker meenemen. Dat is toch wel weer iets heel bijzonders. Hier in Leidschendam, toen nog Veur hetende, is voor het eerst in Nederland gevoetbald in 1854. Hoe bent u daarachter gekomen? Nou ja, dat is toen ik het promotieonderzoek startte, toen stuitte ik al vrij snel op een aantal sportklassiekers uit het eind van de 19e eeuw. Van de befaamde sportpionier en sportpromotor Pimelier. En die schreef onder andere een naslagwerk over cricket en over voetbal. En dat ging ik samen met mijn collega, compaanschrijver Wim Sonneveld, waren we daarmee in de weer. En toen kwamen we er al vrij snel achter dat er vrij veel onnauwkeurigheden in zaten. Slordig een beetje met namen, jaartallen, et cetera. En toen gingen we dat gewoon eens checken. Dat had nog nooit iemand gedaan. Want hij was overal bij, Pumelier. Maar had hij ook overal gelijk in? Of klopten er misschien dingen niet? Nou, er bleek heel veel wel te kloppen, maar net iets anders in elkaar te steken, et cetera. Dus met veel alternatieve bronnen boven water halen. Konden we dat vergelijken. En daar dook al vrij snel de naam Noordhei ook op. Een joggerskostschool, gesticht in 1820 door een progressieve directeur, Peters de Raad. En die had al vrij snel, eigenlijk vanaf het begin, had hij het progressieve principe van, nou, we leiden niet alleen maar bleekneusjes op, maar ook jongens die gewoon gezond in hun vel moeten zitten. Maar gelijk vanaf het begin stelde hij ook native speakers aan. Dus Frans, Duits, Engels ook. Engelse docenten haalde die uit Engeland, want je kon het beste een taal leren van een Engelse docent. Nou, die gingen ook mee naar buiten, want ze moesten die jongens een beetje in het snotje houden, hè, als die aan het spelen waren. En die gingen mee naar buiten en die dachten, hé, ze mogen doen wat ze willen. En het is allemaal best aardig, dat gymnastiek, maar wij doen in Engeland heel andere dingen. Cricket en hockey en voetbal, rugby-achtige activiteiten. Dus volgende keer in Engeland nemen we achter in de postkoets een cricketsetje mee. En dan gaan we die jongens even wat anders laten doen. En dat hebben ze ook gedaan. En dat gebeurde eigenlijk vanaf 1845. Want er is een prachtig archief van Noordhei in het Nationaal Archief. En daar zijn gedenkboekjes van achtergebleven, foto's. Een schoolkrant die de jongens maakten. Dus echt een fundgrube voor onderzoek. Alleen dat was nooit bekeken. Dus daar heb ik mijn promotieonderzoek van gemaakt. En in kaart gebracht dat vanaf 1845 werd gecricket, vanaf 1854 gevoetbald en ook gehockeyd. Hockeyd eigenlijk ook al eerder. Dus de eerste cricket- en voetbalclubs vanaf zeg maar 1880, die werden gesticht door de jongens van Noordhei in combinatie met jongens, vrienden van hen die misschien ook al op andere kostscholen gezeten hadden. Maar in ieder geval jongens van Noordhei, die vind je eigenlijk in alle steden, vind je die in op toonaangevende posities in die clubs terug. Dus die jongens gehuld in prachtige, felle, flanellen kleding. Hè, dus je kon je onderscheiden van anderen. Engelse terminologie, dat was ook fantastisch. Dus die jongens die schreeuwden lekker in het Engels en die onderscheiden zich van de wat suffere sporten van hun ouders, hè, zoals beugelen, kolven en allemaal dat werk. Dus die jongens die zagen dat als vrijheid. Wanneer werd je getriggerd door dit fenomeen? Nou ja, er waren twee voorstudies van Jan Luitsen en Wim Sonneveld. Eén voorstudie gepubliceerd in een speciaal
themanummer van Hard Gras. Dat is een voetbaltijdschrift voor lezers. Jullie misschien wel bekend. En er was nog een publicatie, eigenlijk ook te beschouwen als een voorstudie. Die had de titel Hoe ontstond voetbal in Nederland? En die voorstudies die hebben bij mij eigenlijk ertoe geleid dat ik dacht van ja, dit is zo'n unieke geschiedenis. Vlak in de buurt van SEF en RKVV. Dat willen we levend houden. Dat moet toch prachtig zijn dat Leidschendam op deze manier de geschiedenis ingaat als de eerste plek waar gevoetbald is. Nou zeker, zeker is dat mooi omdat er ook altijd misverstand geweest is. In een prachtige uitgave van de Bosatlas van het Nederlandse voetbal staat ook nog altijd Voorschoten vermeld. Een van de mensen die zich ook met voetballen bezighoudt in Voorschoten, dat is de plaatselijk bekende Hans Douw. Die heeft op een gegeven moment moeten bekennen, ja nee, het is niet Voorschoten, het is Leidschendam. Want dat toont het onderzoek van Jan Luitse aan. Er is een brief uit 1864 van een van de leerlingen van Noordhei aan zijn vader, 13-jarige leerling. En die schrijft dat hij al bezig was met voetbal op Noordhei. Nou, dat is eigenlijk het onomstotelijke bewijs dat het Noordheiveur is. Nou is het mooie, SEF en RKVV spelen ze al op de Kastelenring. Vanaf 1991 ongeveer. Eigenlijk twee voetbalvelden omklappen en je staat eigenlijk op Noordhei. Zo is dat. De eerste beeldvorming was dat het echt op het veld, op de velden van SEF en RKVV moest hebben plaatsgevonden in het verleden. Dat is niet het geval. Het is op steenworp afstand. Maar de verbinding met de beide voetbalverenigingen, met Sportpark Kastelenring, ja, dat is een prachtig feit. Maar ook voor de voetballers, voor de jonge voetballers van SEF en RKVV is het natuurlijk geweldig om te weten dat vlak bij hun sportpark, vlak bij de velden, dat daar de eerste bal gerold heeft in Nederland.